Waar is het toch misgegaan in dit pittoreske plaatsje? Want langzaamaan rijst de vraag, is huizen nog wel? Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg. Wat is er gebeurd met huizen? Nou, in huis is iedereen natuurlijk verbaasd door wat er gebeurd is in het afgelopen weekend. Het jihadisme, dat viert hij hoogtij in huizen. Nou, dat is niet waar. Het viert hij geen hoogtij, dat is onzin. Heeft u huizen zien veranderen? Uiteraard. Het wordt anders natuurlijk. De gemeenschap wordt natuurlijk anders. Je hebt altijd een soort, wat zal ik zeggen, irritatie hoe die mensen zijn. En ja, dat krijgen. Ik hoor er ook allemaal verhalen over jihadisten hier. Ja, dat klopt, ja. Ja, hier, zie je die flat hier? Nou, precies die straat erachter, daar komen ze vandaan. Daar zijn ze opgepakt. Er is natuurlijk een categorie wat hier naartoe komt. Ja, hadden we die binnen moeten laten en zo. Ja, dat is toch zo? Er zijn in het voorjaar zijn er ook al 3 mensen afgereisd uit huizen naar Syrië waarschijnlijk. Dat is ook niet helemaal duidelijk. Schrikt u ervan? Ik niet. Nou, hier elke avond staan er 140 Marokkanen hier voor de deur. Dus dat er eentje tussen zit, dat staat u niet van te kijken? Eentje, er lopen er nog wel meer rond. Die worden ook nog opgepakt, denkt u? Die worden ook nog opgepakt. Ja, dat weet ik zeker. Die meneer waar het over gaat, die was dus gewoon monteur bij ons. U had het niet opgemerkt? Nee, dat merk je toch niet? Je hebt toch niet in de gaten? Wat, als een jongen goed in zijn werk is, wat weet ik dan van zijn privéleven? Die man heb ik een paar keer zien langslopen. Ik denk dat ik zijn kind ook 1 keer of 2 keer heb geknipt. Dat is een loyale man, aardige man ook. Vriendelijk, vrouw ook. Ik had niet verwacht. Voor een jihadist is huis eigenlijk een paradijs? Ja, in principe wel, ja. Ja. Je kunt er gewoon in gang gaan hier. Je kan gewoon in gang gaan hier, ja. Het is niet alleen een huis, jongen. Dat is overal, dat hele land. Dat is de hele Nederland. Ja, wij dachten, het wordt een beetje de Schilderswijk van het Gooi hier. Ja, dat zou ik het stellen, ja, want er is heel weinig controle hier. In die Schilderswijk, ik vermoed dat het daar anders is natuurlijk. Hè. Daar zijn er zo hoop bij elkaar, mensen, ook ontevreden mensen, zonder werk. En dan krijgen die dingen ook, want ze denken allemaal dat ze achtergesteld worden. Waar is het toch misgegaan met dat lieve huizen? Nee, dat is niet misgegaan. Het huis is groot geworden.